Het dorp Asigrong in het district Brokopondo gaat binnenkort over gezond en veilig drinkwater beschikken. En daarvoor is SWM verantwoordelijk. Is de bedrijf bij de ENA district en de man bij pleegwantu activiteiten rond Apistor DC. Volgens minister Akin Boto voor natuurlijke hulpbronnen. Na een basisrecht sa alalibisma moes abi. Gezond en veilig drinkwater. Gezond, schoon drinkwater voor de samenleving is heel erg belangrijk. Overigens, als land hebben we ook onze comité aan de Sustainable Development Goals. Dat is een van ze ook waarbij de overheid moet zorgen dat er gegarandeerd drinkwater is voor de bevolking. En met name dit gebied, Brokopondo gebied Asigrong, heeft jaren gezond, goede kwaliteit drinkwater moeten ontberen. En vandaag zijn we op belangrijke fase, dus afgerond vandaag om te voorzien in de behoefte. Weet u voor welke dorpen dit allemaal is? Eerste aanleg zal het gaan om dit gebied zelf, Asigrong en Victoria. En daarna zullen de omliggende dorpen zoals Company Creek, eigenlijk centrum, de dorpen die zijn aangesloten op het nieuwe net, worden voorzien van drinkwater. Dit is alleen voor Asigrong nu en voor Victoria. Het wordt gefaseerd. Er zijn namelijk hier 11 bronnen geïdentificeerd, waarvan 8 operationeel zijn gemaakt vandaag. Uit die bronnen zullen er water worden gepompt uit een vergaarbak. Van hieruit zal het verder worden gepompt naar een filterinstallatie, die verder van daaruit wordt gefilterd en dan wordt gedistribueerd naar de gemeenschap. Maar voor nu zullen we gefaseerd gaan, omdat netwerkleidingnet is al aangelegd. Alleen moet dat opgebreed worden waar er eventueel schade is opgelopen en dat het verder naar de overige dorpen. Afhankelijk van de beschikbare middelen is het de bedoeling om eigenlijk district Brokopondo of grote delen van district Brokopondo van hieruit te voorzien van kwaliteit, goed kwaliteit drinkwater. Er is een beroep gedaan op de directeur van de SWM, de heer Oosterling, dat om voorbereidingen te treffen voor het station Asigrong en omgeving. We zijn naar hier toe gekomen en toen we naar hier toe zijn gekomen hebben we 11 bronnen hier aangetroffen. Hij heeft de opdracht gegeven om de bronnen schoon te maken. We hebben ze toen schoongemaakt. Het lab is in beeld gekomen. We hebben monster getrokken. En het bleek dat het gezond en drinkwater, dus met andere woorden, goedgekeurd door het lab. We zijn toen verder gegaan. Ja, we hebben de bronnen toen schoongemaakt. Er was al een distributienet naar voren. Want als u voorin bent, gaat u een station, een waterstation zien, die al jaren daar was. Het station is zo gebleven. Men heeft nooit werking van gemaakt om het station op te knappen. Dus samen met de minister van NH, de heer Akin Boto, en de directeur, zijn we hier begonnen om een heel goed station van te maken voor de bewoners van Asigrong en omgeving. Het is een stappenplan. Er is wel veel werk hier aan de winkel. Het financiële gaat ook een beetje ook spelen. Ja, dat is veel geld. Dus ik verwacht dat er binnenkort, of ja, heel snel, een nieuw station hier komt, Asigrong. Dit betekent heel veel voor het district Brokopondo. In het bijzonder resortcentrum. Wanneer u weet, Brokopondo telt 6 resorten. Ja, en dit is 1. Op Brunswijk na is dit de grootste. Ja, en die dorpen hiernaast, zoals Victoria, Asigrong, zijn al lang verstoken van goed drinkwater. Ja, daarom zijn we zo blij dat er nu een begin is gemaakt. En u ziet er, er zijn voldoende bronnen. Dat ze nu water uiteindelijk op korte termijn kunnen krijgen om naar de kraan, nadat ze naar de kraan gedistribueerd kan worden, ja, dat dit uit de weg geholpen kan worden. Wel, vandaag is het begin. Daarom had ik daar in mijn speech gezegd, is deze boem, safri safri buntu. Ja, maar een goed begin is een halve werk. En we weten, onze ervaring heeft gewezen dat SWM wat dit betreft korte metten maakt, wat distributie betreft van goed drinkwater naar de bevolking. Ja,
Hoe heeft de bevolking erop gereageerd tot nu toe? Nou, enthousiast. 99% die in de president is van de Almachtige. Laten we altijd aan de Almachtige. Ze zijn blij. Nogmaals, een goed begin is een halve werk. Ja. Ja, dat uiteindelijk die bronnen weer operationeel is. Ja. En op één bron hebben ze geconstateerd 200 kubieke meter. Weet u wat dat betekent? Dus je kan gewoon zeggen, hier, deze bronnen zijn eigenlijk het hart van het district Brugge-Pondo wat goed drinkwater betreft. De straat.